Ik ben in mei jarig en ik dacht bij mezelf, ik doe mezelf een cadeautje in de wijk. En we zetten plantenbakken neer. Dus we hebben de buurt bij elkaar gehaald en we hebben er iets leuks van gemaakt. Er zijn een aantal bakjes gesneuveld. Die hebben we nu aangevuld en we hebben een paar grote bijgevuld. Ik werk voor het buurtsteunpunt van Kleegeres Hels. En wat wij hier vandaag doen is plantjes uitdelen aan mensen die hier in de wijk wonen. We hebben 200 plantjes hebben we om uit te delen. En wij doen dat omdat we het belangrijk vinden vanuit het buurtsteunpunt om aanwezig te zijn in de wijk. Iedereen kan hier gewoon zomaar een plantje komen halen. Ja, dat klopt. En wat voor boodschap zit er eigenlijk bij? Ja, dat is wel heel leuk. Vind ik wel leuk om even voor te lezen. Er staat op: to plant a garden is to believe in tomorrow. You can't stop the tears from falling down. You can't stop the tears from falling down. Ja, dat is gewoon om de buurt bij elkaar te brengen en het is gewoon gezellig. Kijk, wat de mensen om je heen. Het is toch super gezellig zo? En je hebt zelf ook al de handen uit de mouwen gestoken. Hey, wil je ze zien? Kijk eens. En mijn trui, mijn jas ook. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ja, het raadt een brandje. Het leuke was toen ik het opperde via Beverwijk Magazine, kwamen er allemaal partners uit de wijk die met ons wilden samenwerken. Ja, en hier is het resultaat. En uit alle hoeken van de wijk zijn de mensen gekomen om een handje te helpen. Ja, want hebben ze hier nou een beetje groene vingers? Hartstikke groen. Echt niet normaal. Ja. Zelf ook? Ik heb vooral geboord en gezaagd en gecoördineerd. En, het is fantastisch. Ik zag net de oma met de kind. En jong, oud, alle culturen, alle door elkaar heen. En dat is wel Beverwijk. Yeah!